Hey mensen, je kent ze wel, nerds. Die mensen die superslim zijn, een bril dragen om zich goed te concentreren en hele rare kleding dragen. Je weet wel, een beetje precies zoals Marit vroeger was. Wat bedoel je? Jij was toch ook superslim, droeg een bril en had een beetje rare kleding? Ja. Ja, en daarom hebben we hier 10 dingen die alle nerds doen. Heb ik al gelezen? Nee, ja. Oh, hey, nou Dylan! Nee, die heb ik al gehad. Kom in. Oh, dit is een dik. Oh, nou Dylan, wat? Die heb ik ook al lang gelezen. Oh. Wat is dit? Dit is een mooi boek. Het dikste boek die iedere nerd gelezen moet hebben. Deze moet ik lezen, maar. Wat? Alleen voor nerds met een bril. Waar is mijn bril? Ik ben hem kwijt. Wacht, dan moet ik snel een nieuwe kopen, maar. De winkels zijn al dicht. Oh, ik moet dit boek snel lezen, anders daalt mijn IQ met 0,21. Wacht eens. Ik heb een idee. Nou Dylan, weet je toevallig waar die wc-brillen zijn? Want ik moet heel nodig poepen. Ik ben aan het lezen. Nee, dit is het niet. Dit is echt cool. Wacht eens even. Wat is dit? Ik ruik Rick. Ja, zeker Rick. Ik ben een t-shirt. Hey, Nerdniek. Hoe lang heb jij precies geleerd voor dit proefwerk? Nou, dat weet ik niet precies op de milliseconden hoor, Nerd Dylan. Maar het was 318 uur, 56 minuten en 20 seconden. Maar dan weet je het toch wel precies? Toch niet op de milliseconden? Weer goed gedaan, Nerd Dylan. Een 10. Wat? Een 10? Alweer? En ik heb niet eens geleerd, joh. Ik heb niet eens geleerd. Ik heb niet eens geleerd. En 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 ik heb niet. Nou, zijn we ook al vanaf. Jongens. Pak jullie boek, gaan we verder met de les, oké? Okay? Hey, ik zat met Jasper in de klas en die zei tegen mij dat hij niet eens wist wat de wortel van 1.383.000 was. Annie! Ja? Annie, bel even de gemeente, volgens mij zijn de varkens losgebroken. De varkens zijn losgebroken! Hoor je dat niet? Hé! En meester Edjo, die zei tegen Lisa, kan jij misschien even mijn breuk aftrekken? Annie, wacht! Volgens mij zien het in nijlpaden. Ik hoor nijlpaden, zeg ik je toch? Er zijn nijlpaden losgebroken! Ja, hallo, met Annie! Hallo, joh, van de beste joh! Joh, er zijn hier nijlpaarden uitgebroken! Ik heb ze in het vizier. De nijlpaarden zijn gestopt. Ik herhaal, de nijlpaarden zijn gestopt. Ben je er klaar voor? Ja. Iemand moet het vertellen. Ja. Dus ik kan het beter zelf doen. Ja. Het is beter dat jullie er nu achter gaan komen. Mensen, wij moeten namelijk iets opbiechten. Wij maken al een lange tijd video's samen. Maar de meeste mensen die denken dat onze allereerste video... Telknel was. Ja, maar dat is dus niet zo. Nee, het is erger. Ja, wij waren vroeger best wel nerdy en...
onze allereerste video die we ooit hebben gemaakt, is dit. Ja, wow, het is eruit. Ja, dit voelt toch wel even een stuk beter. Ja, dat was onze allereerste viral video ooit. Ja, nu weten jullie het. Ja, ja. We schamen ons er niet meer voor. Nee, maar ik heb me nooit echt voor geschaamd. Maar nu wel. Oké, dus jongens, let op. Als je... I love you. Hè? Als je dat dan hebt en je voegt daaraan toe. Landerlasi Suriname. Ja, dan heb je dus gewoon een zin. Een goedlopende zin. Yo, wat slaat het op? Waarom zou je uren steken in het leren van een taal die niet eens bestaat? Ad lorem ipsum praknatela lonjatnange! Yo, wat? Ik kan geen Pools. Jongens, sorry! Ik meen het niet! Jongens, wat is dit? Wie zijn jullie? Nee! Zo, Rick, wat gaan we doen vandaag? Nou, ik wil eigenlijk gewoon heel groot het woordje frikandel achter mijn rug. Nou, helemaal geen probleem, joh. Pijn, ik zeg. Kras op je rug. Ja. Oh, 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 oh! Oh, het is frikandel, hè? Zonder een N. Oké, wat je wil. Nee, wacht, het is met een N. Met N, ja. Oké, nee, helemaal geen probleem. Nee, wacht, stop. Het is frikandel, hè? Het is frikandel. Oké, doen we dat. Nee, het is frikandel met een N. Met een N wel. Oké, geen probleem. Oh, nee, zie je, dat klopt niet. Het is frikandel. Zo staat het in het groene boekje, frikandel. Zonder? Oké. Nee, het is echt met een N, want een frikandel is een Belgische gehaktbal. Je moet met N. Met, oké. Nee, dit ziet er niet uit. Stop, nee, het is frikandel. Het is frikandel, 100%, doe maar. Frikandel zonder. Nee, want in 2005 is het woord frikandel ook toegevoegd aan het groene boekje, Dylan. Zo, hij is af. Oh. Zo. Hé jongens, wat vinden jullie ervan? Mooi. Heel mooi, toch? Ja. Prachtig. Super, ik moet naar huis. Doei. Mijn moeder belt. Oh. Ik heb deze prachtige, geweldige, zeldzame schizofraas op de kop weten te tikken. Hierdoor word ik de allerrijkste stenenverzamelaar van de hele wereld. Oh, geweldig. Ik ga hem wel netjes opbergen, hoor. Oh, oh. Oh. Nee. Oh, nee. Wat moet ik nu? YouTuber worden? Oh ja, dat is best een goeie. Gegroet, my lady. Mag ik u vertellen dat u echt heel veel weg heeft van Mars en Jupiter? Wat? Ja. Heb je het nou over mijn borsten? Nee. Serieus? Wat een vergelijking. Zoek een ander, nerd. Maar dat bedoelde ik helemaal niet. Ik bedoel gewoon... Jupiter heeft niet eens stapels, joh. Maar kraters. My lady? Ah, eerlijk is eerlijk. Nerds zijn best wel schattig, toch? Ja, ik hou van ze. Of ben ik zelf gewoon een nerd? Misschien wel. En we geven natuurlijk weer iets superleuks weg deze video, want ja, zo zijn we. Dus wil je nou dit geweldige Hey Mens shirt winnen, totaal niet raar? Laat dan in de reactie weten wat alle nerds altijd doen en like deze video. De winnaar van de prijs uit de vorige video is geworden... Klik gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. En bedankt voor het kijken, hè. Later!